We hebben inderdaad, dankjewel, we hebben inderdaad de Nederlandse innovatieprijzen gewonnen. En dat is niet zomaar een prijs, hè? Want hoeveel deelnemers waren er daarvoor? Het begint met een selectie uit 10.000 bedrijven of 10.000 inschrijvingen. Oh. Ja. Daar bleven er 1.000 van over. En toen? En dan komen ze nog een keer bij de overige bedrijven op bezoek. Ze zagen je onderneming nog een keertje door. Op positieve zin dan. En daarvan blijven er 3 over. En die zaten bij de nominaties tijdens de avond in het Koerhuis. Waar de prijs bekend werd gemaakt. Ja. Ja, 4 jaar eerder stonden wij bij dezelfde prijsuitreiking. En toen stonden we tussen DSM en Philips. En toen ging DSM er met de eerste prijs vandoor. Ja. En nu waren het KPN en UWE. Ja, dat klopt. Ja. Inderdaad. En nou, wat ging er door u heen? Ja, vreugde en enthousiasme en vooral heel veel trots. En trots op het bedrijf, maar ook trots op het team die het allemaal waarmaken. Ja. Ik mag er staan, maar het team doet het uiteindelijk. Ja. Hoe groot is dat team eigenlijk? Wat voor bedrijf is Boussicol eigenlijk? Boussicol is een machinefabriek en bij Boussicol werken 50 medewerkers. En vanuit die machinefabriek zijn we ook producten gaan ontwikkelen. Het innoveren van producten. En ja, daardoor ontstaan er om die machinefabriek heen een aantal start-up bedrijven met nieuwe producten. Een van de voorbeelden is een elektrische tractor die we ontwikkeld hebben. Daarnaast drones voor transporteren van grote gewichten. Voor de testen die we met de drone aan het doen zijn met een brancard eronder. En daarmee voorkomt het leger straks dat ze de piloot en nog bemanningsleden van een helikopter in gevaar hoeven te brengen. En dan sturen ze de drone erin in plaats van een helikopteractie. En wat voor ding is dat? Dat is een vliegwiel. En dat vliegwiel zetten we in voor de dienst peak shaving. Het afvangen van pieken en dalen op het openbare net. Af en toe houdt hij het kortstondig vast en dan geeft hij het weer terug. En het bijzondere van ons vliegwiel is dat hij dat heel efficiënt doet. Ja. Ja. Zijn er nog nieuwe dingen in de maak? Er zijn een heleboel nieuwe dingen in de maak, maar daar gaan we nog niet over praten. Ja. Ja. Nou ja, de concurrentie luistert ook mee, hè? Uiteraard, zo zie je dat, hè? Ja, ja.